Goedemiddag allemaal. Welkom bij de eerste lezing van het Haagse Gemeentearchief in het seizoen 23-24. Die jonge dame die daar zo bescheiden in de hoek staat, dat is Petra Kortekaas. Die komt hier maar binnen hoor, meneer. Die zal strakjes na de lezing met de microfoon de vragen zeg maar bij de vragenstellers komen. Omdat ik helaas iets eerder weg moet vandaag. Dus ik ben hier alleen aan de voorkant. Welkom Josephine van de Mortel, directeur van het Louis Couperus Museum. Josephine komt ons vertellen over Louis Couperus, uiteraard. Maar vraagt zich af... is hij non-binair avant la lettre? Zijn zijn personages dat? Nou ja, Josephine kan daar heel veel over vertellen. Dus dat gaat zo gebeuren. Ik heb één kleine huishoudelijke mededeling. Eigenlijk twee. Als u eerder weg moet zoals ik... probeer dan buiten de camera's om te gaan. Want wij nemen deze lezing op. Hij wordt live gestreamd. Dus mensen kunnen nu thuis ook meekijken. En over een weekje of twee is hij ook op ons YouTube kanaal te bekijken. En blijft hij daar ook staan. Kunt u ook onze vroegere lezingen terugkijken als u dat leuk vindt. En daarom ook de vraag of u uw vraag aan het einde van de lezing wilt stellen. Want anders kunnen de mensen thuis niet horen wat u vraagt. Dus Josephine doet haar verhaal. En aan het einde kunt u vragen stellen. Dat was hem. Ik wens u heel veel plezier met Josephine. En ja, wordt mooi. Dankjewel. Ben ik al te horen? Dankjewel, Wendy. Ik... ik vind het een eer dat ik hier ben uitgenodigd in deze bibliotheek om te praten over Couperus. U bent waarschijnlijk toch allemaal een liefhebber van Couperus, want anders zou u hier niet zijn. Couperus was, en dat hoef ik u dan toch eigenlijk niet te vertellen, is nog steeds een van onze grootste schrijvers. Dit jaar is een beetje een bijzonder jaar. Couperus is 100 jaar geleden overleden. Sommige mensen vinden Couperus een beetje stoffig. Daar hebben we nou eenmaal mee te dealen. En ik ga aantonen, en ik hoop dat u dat naar de hand met me eens bent, dat Couperus totaal niet stoffig is en nog helemaal van nu. Couperus was sowieso een heel intrigerend persoon. Een heel gelaagd persoon. Die op een hele originele manier vorm gaf aan zijn eigen leven en in de tussentijd, hij is 60 jaar geworden, ook nog 50 prachtige boeken heeft geschreven. Mind you. Dus hij moest bijna ieder jaar, maar hij is natuurlijk niet met zijn nulde begonnen. Dus dat was toch wel een hele grote bijzonderheid. Hoe ben ik nou aan die titel gekomen? Louis Couperus, non-binair avant la lettre, wel met een vraagteken. Dus we zijn niet van plan met de tentoonstelling in het Louis Couperus Museum om Couperus in een hokje te plaatsen. Maar we vragen het ons af of met de ogen van nu wellicht je Couperus als non-binair zou kunnen duiden. Waarbij ik non-binair dan vertaal in de zin van een beetje man, een beetje vrouw, af en toe man, af en toe vrouw, af en toe helemaal niks. En dat zit niet alleen in de persoon van Couperus, maar dat zit ook, en dat is het bijzondere, want ik heb dit natuurlijk niet zomaar verzonnen, dit zit ook in alle karakters in zijn boeken. Daar is ook iets mee aan de hand. Die zijn allemaal een beetje fluïde. Niet helemaal man of helemaal vrouw, maar die hebben allerlei kenmerken, zowel van de ene sekse als van de andere sekse. En dat is het intrigerende. Dus je zou, als je nu kijkt naar Couperus... Couperus was sowieso geen doorsnee persoon. Hij stak, en wij houden in Nederland, als je, wij zeggen vaak doe maar normaal, kom niet boven het maaiveld uit. Nou, ik kan u vertellen dat Couperus absoluut wel boven dat maaiveld uitkwam. En dat hij ook enorm van een opstootje hield. Couperus hield ervan om te spelen met het publiek,
met de lezer. Hij liet ook eigenlijk in het midden of al die avonturen die hij bijvoorbeeld in zijn feuilletons beschrijft, of je dat nou wel of niet beleefd had. Hij laat dat aan de verbeelding van de lezer over. Ik zal ook even iets over mezelf vertellen. Ik ben nu 6 jaar directeur van het Louis Couperus Museum. En ik maak sinds een paar jaar ook tentoonstellingen voor het museum. Dus mijn werk bestaat uit twee kanten. Enerzijds dus het verkopen van het museum, het positioneren van het museum en alle zakelijke dingen waar de creatieve personen wat de creatieve personen lastig vinden, zoals formulieren invullen en dat soort dingen. En cartridge verwisselen in de printer. En verder, daarnaast vind ik het zelf ook leuk om op een artistieke manier met Couperus bezig te zijn. Ik was, en dat is op zich wel grappig, ik was als jong meisje al een fan van Couperus. Dus toen op een gegeven moment deze baan voorbij kwam, toen dacht ik van, ha, dit is het. Nu is de cirkel rond. Mijn favoriete boek was overigens Extase. Het is zo bijzonder hoe Couperus daar de liefde tussen man en vrouw beschrijft, zonder dat er iets gebeurt. Er wordt nog niet eens een kus gewisseld. En toch gaat Couperus daar in het hele boek, verhaalt hij over dat spel tussen man en vrouw. En dat is ook een van de knappe dingen van Couperus, dat hij daar zo op een hele bijzondere manier over kan verhalen. Dan gaan we nu even naar het museum. Wie van u is al ooit een keer in het museum geweest? Nou, dat valt me niet tegen. Het museum is het meest verborgen pareltje van Den Haag. We zitten al 27 jaar in Den Haag, in de Javastraat. Het museum bestaat uit twee ruimtes op de begane grond. En om nu de mensen ook nog weer een keer te laten terugkeren in het museum, doen we 2 keer per jaar een compleet andere tentoonstelling. En iedere keer pakken we iets uit zijn werk. Of we doen Couperus in Spanje, of we Couperus zijn muziek, of we pakken een held uit een van zijn romans. En nou dit jaar, omdat we toch een beetje een bijzonder jaar is, dachten we, nu gaan we echt in die persoon van Couperus duiken en in de karakters uit zijn boeken. Het museum is een privémuseum. We ontvangen geen subsidie van de overheid. We ontvangen wel subsidie voor de verschillende tentoonstellingen die we doen. En die subsidie vragen we aan bij verschillende fondsen. Wat je ook met ons, en er is hier 1 iemand uit de zaal die dat ook morgen gaat doen. Iedere eerste vrijdag van de maand organiseren we een vaarttocht. En dat combineren we dan met een wandeling en een bezoek aan het museum. En vaak hebben we ook nog op een zondag, iedere eerste zondag van de maand sowieso, hebben we ook nog een bijzondere activiteit in het museum. Dan hebben we, net zoals dit eigenlijk, een lezing. En vaak is die lezing houdt dan verband met de tentoonstelling die er op dat moment is. Waar deze tentoonstelling nou ook over gaat, de tentoonstelling gaat ook over identiteit. En dat is natuurlijk van alle tijden, van wie ben je nou eigenlijk? We hebben allemaal natuurlijk mannelijke en vrouwelijke kanten. En bij de een is de ene kant wat meer ontwikkeld en bij de ander. Het hangt ook vaak af van je rol, de rol die je speelt. En als we nou teruggaan naar Couperus, die speelde daar ook mee, maar hij vond het denk ik ook moeilijk in het toch wel benauwde Den Haag van 1900. Dit is de poster van de tentoonstelling. Eind januari zijn we begonnen met de tentoonstelling. En is nogal veel publiciteit over de tentoonstelling geweest. Meest gedurfde tentoonstelling ooit, schreef Trouw. Sommige mensen aarzelen ook een beetje. Zeggen van, hé, moet dat nou? Er zijn ook mensen die tegen mij hebben gezegd van, zit er een duur reclamebureau achter? Nee, was het antwoord.
moeten jullie dit van de gemeente? Nee, want we krijgen geen subsidie van de gemeente. Dus we hebben het helemaal zelf bedacht. En het idee is, maar al die elementen zitten al in Coupeers, om Coupeers naar deze tijd te brengen. Maar we hebben het dus niet zelf verzonnen, want het zit allemaal in zijn boeken. Je moet het er alleen uithalen. Nu gaan we even terug naar uiteraard Coupeers zelf. Coupeers leefde van 1863 tot 1923. Hij was, zoals ik al gezegd heb, 60 jaar geworden. Hij werd geboren in Den Haag aan de Mauritskade. Nu zijn het appartementen, maar toen was het een gewoon huis. Coupeers was de jongste van 11 kinderen. En zijn vader was bestuursambtenaar. Het was nou eenmaal in wezen de bedoeling van de familie dat Coupeers ergens een carrière in het oude Nederlands-Indië zou gaan doen. Maar Coupeers die wilde wat anders gaan doen. Op school, dat zou je niet zeggen, maar was Coupeers niet goed. Maar gelukkig was er een leraar Nederlands, en die heeft zich over Coupeers ontfermd. En zo is er uiteindelijk toch een groot schrijver ontstaan en niet verloren gegaan. Coupeers, die zie je hier op de foto. Zie je, Coupeers was hij 12 jaar. En naast hem staat de vrouw die hij later trouwde, Elisabeth Bout. Elisabeth Bout was een nichtje van Coupeers. Dus ze zijn ook samen opgegroeid. Hier zie je ze samen, waren ze hier op een bal in Indië. Coupeers als page en Elisabeth als een soort van prinsesje. Als we nou even kijken te midden van andere schrijvers, dan wordt door de kanon van de Nederlandse literatuur, wordt Coupeers godzijdank toch nog genoemd. Hij wordt dan genoemd op plaats nummer 5. Op plaats nummer 1, ziet u in deze karikatuur, staat Multatuli. Plaats nummer 2 staat Hermans. Nummer 3, Moelisch. Nummer 4, die staat er niet op, maar dat is Reven. En dan nummer 5, Coupeers. Nee, die linkse is Multatuli. Ja? Nee, links is Hermans. De middelste is Herman. Dus links is Multatuli, de middelste is Hermans en rechts is Moelisch. Links is Reven. Nou, goed. Dan gaan we bij de borrel nog even over twisten. De rechtse, voor de kijker rechts, is Moelisch. Precies. En dan in het midden Hermans. Links, nee, links is toch echt Multatuli. Ik ga verder. Ik heb u, dat was ook de bedoeling. Ik heb even opgelet of u echt oplette. Nou, Coupeers' werk was ontzettend divers. Dat is ook wel heel bijzonder. Hij heeft cultuursprookjes geschreven, prachtige historische romans, familieromans, korte verhalen, reisverhalen. Je kunt het zo gek niet bedenken of Coupeers schreef het. Coupeers is ooit begonnen met poëzie, maar dat vond hij zelf niet zo'n gek succes. Niet zo gek veel succes. En op een gegeven moment is hij dus overgestapt op literatuur. En wat iedereen natuurlijk wel weet, zijn eerste en meest bekende boek is Eline Vera. Eline Vera was vrij populair in de tijd en het kwam eerst uit als feuilleton. Dus iedere week kwam een artikeltje in de krant, konden mensen dat volgen. Op een gegeven moment spraken de mensen in de Haagse tram elkaar aan. Heb je het al gehoord? Eline is dood. Dus iedereen in Den Haag was daar enorm mee bezig. En ze waren ook enorm getroffen toen Eline uiteindelijk zelfmoord pleegde.
je nou niet weet waar je moet beginnen met couperus, of je denkt van, wat moet ik er eigenlijk allemaal mee? En ik vind hem ingewikkeld, lange zinnen. Dan heeft Ellen Dekwits een heel leuk artikel in de NRC geschreven over... Het is een soort leeswijzer. Ik zal een paar dingen uitlichten. Voor iemand die nog nooit iets met couperus te maken heeft gehad... of noem maar wat, een jonge leerling. Die zou je de binocle kunnen aanraden. Een heel bijzonder kort verhaal van couperus... over een jonge man en een toneelkijker. Maar couperus maakt daar een heel spannend verhaal van. Als die persoon dan toch een beetje is geboeid geraakt... dan zou je kunnen zeggen, de stille kracht. Dat is sowieso een heel boeiend verhaal. Het leest als een avonturenroman. Het is op dit moment ook nog vrij erg in de picture. Hè? Nederland is ook enorm bezig met wat wij daar in dat tijd... in Nederlands-Indië allemaal deden... Daar zie je ook dat couperus na zijn grote psychologische inzicht ook enorm visionair was. Hij beschrijft dus in die stille kracht, dus 100 jaar geleden... beschrijft hij al dat wij Nederlanders het misschien niet zo goed deden daar. We werkten daar wel hard en we stuurden allerlei projecten aan... maar we begrepen de cultuur niet. En we maakten geen verbinding met de cultuur in Nederlands-Indië. En daardoor ging het mis... Dat schreef couperus al, 100 jaar geleden. Als je jong meisje bent en je houdt van dromen en mooie kleren en op de bank liggen... dan zou ik Line Veren aanraden. Als je zegt van, dat zegt Ellen Dekwits ook... ik heb een lastige schoonfamilie, de boeken der kleine zielen... Alles wat kleinzielig is, komt daarin voor. Sommige dingen, het is natuurlijk, het is typisch Haags. In bepaalde kringen zou je kunnen zeggen dat het nog steeds een beetje zo gaat. Den Haag is het tegenovergestelde van Amsterdam. Amsterdam, daar leeft iedereen op straat en daar praat iedereen met iedereen. Maar Den Haag, oh nee, dan moet je op de hoek van de straat even bellen. Mag ik langskomen? De achterdeur staat sowieso niet open in Den Haag. Alles gebeurt binnen. In coterietjes, in kleine kringetjes. En dat was al in de tijd van couperus. En hier en daar is dat nog zo. En als je heel graag bij een bepaald kringetje wil... maar je past er net niet in... dan weten de mensen feitloos jou dat te laten weten. Nee, jij mag er niet bij. Nou, dat is wat helemaal wordt beschreven in De Kleine Zielen. En wat ook nog een beetje in bepaalde buurten het Den Haag van nu is... Nou gaan we weer terug naar de persoon van couperus, want daar zou ik het met name over gaan hebben. Hij was dus een uniek persoon, hij was een origineel persoon. Hij hield zich ook het liefst in zijn eigen werk op, want hij was een heel private person. Gaf ook nauwelijks interviews. Hij hield gewoon alles voor zichzelf. En Bas Heijnen heeft dit heel mooi beschreven in zijn prachtige essay Angst en Schoonheid. Bas Heijnen schrijft in zijn werk dat je als zijn enige vaste verblijfplaats kunt beschouwen, zwerft hij rusteloos en zoekt hij telkens weer anders onderdak. In een ander verhaal, in een andere stijl, in een andere man of vrouw, God of koning. In die zin, u zult wel denken van, wat doet dit plaatje hier nou? Picasso, die zei ooit, wat ik ook maak, ik ben erin aanwezig. Zijn gelijkenis was daarvoor niet nodig. Picasso zat dus niet alleen in een zelfportret, maar hij zat ook in een stilleven, in een landschap, in een interieur of in een portret van een vrouw. Een van zijn grote muzes, Dora Maar, die omschreef het als volgt. Al Picasso's portretten van mij zijn eigenlijk leugens. Het zijn in wezen allemaal Picasso's. Er is geen één Dora Maar. Nou, dan gaan we weer terug naar couperus. Zo is het dus ook met couperus. Couperus zit in ieder karakter.
Je hebt altijd wel natuurlijk als iemand schrijft dat hij in een bepaald persoon zit, maar dan zit hij meestal toch in één persoon. En bij Couperus, die zit net zo makkelijk in een man of in een vrouw. Dat maakt hem allemaal niet uit. Hij speelt ook, Couperus, met wat nou mannelijk en wat vrouwelijk is. Over Lot bijvoorbeeld, de jonge schrijver uit Van Oude Mensen, de dingen die voorbij gaan. Daar schrijft Couperus over. Er was, het is dus een man hè, waar hij over schrijft. Er was een grote zachtheid in hem. En in de vrouwelijkheid van zijn ziel was de filosofie van een artiest. In wezen schrijft Couperus hier over zichzelf. Want Couperus was zelf ook hè, wat feminien, zou ik kunnen zeggen. En hij voelde zichzelf ook een kunstenaar. Hij zag zichzelf ook als een kunstenaar. Hij was sowieso heel gevoelig. In de tentoonstelling hebben we Couperus in een gouden kooi gezet. Want Couperus had een haat-liefde-verhouding met Den Haag. Hij, in die 60 jaar dat hij leefde, is hij 30 jaar buiten Den Haag geweest en 30 jaar in Den Haag. Hij was heel erg veel op reis, maar in Den Haag, daar keerde hij toch altijd wel weer naar terug, omdat zijn familie daar woonde. Dus hij vond het er ook wel prettig op een bepaalde manier. Maar hij vond de conventies van het Den Haag 1900 vond hij uitermate beklemmend. Hij kon er absoluut niet zichzelf zijn. Maar hier zie je hem als Couperus. Op een gegeven moment liepen zijn boeken niet meer zo goed. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga voordragen uit eigen werk. En dat deed hij bijvoorbeeld in Galerie Kleikamp in Den Haag. Dan ging hij heel mooi in rockkostuum. Hij zag er altijd piekfijn uit voor de buitenwereld. Dit is dus echt de officiële Couperus. Alles moest dan ook kloppen. Ik heb hier voor vandaag niks meegenomen. Maar als ik nou Couperus was geweest, dan hadden hier twee klassieke schilderijen op de achtergrond gemoeten. In dit geval dus een Rembrandt en een Correggio. Er had hier een Romeins zuiltje gestaan, kristallen glaasje, kanten zakdoekje, aronskelken, mooi leeslint. Dat was Couperus. Piekfijn. Maar er was natuurlijk ook, trouwens net zoals iedereen, had Couperus een andere kant. Oh nee, wacht. Meneer. Ja. Waar kon Couperus nou wel zichzelf zijn? En dat kon hij met name in zijn tweede vaderland, Italië. Daar, dat zie je ook met sommige karakters uit zijn boeken, die vinden dan de vrije liefde in Italië. Nou, in wezen zou je kunnen voorstellen dat Couperus dat, nou, daar was hij in ieder geval vrijer dan in het Den Haag van 1900. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Cornélie uit Langs Lijnen der Geleidelijkheid. Die is samen met een man die niet zo aardig voor haar is. Cornélie vlucht naar Italië, vindt daar de vrije liefde en schrijft ook nog een manifest. Een feministisch manifest. Maar, en dan zie je toch ook wel weer Couperus en de conventie. Couperus laat dan Cornélie op een gegeven moment toch weer terugkeren naar die man die haar slaat, die Brut. Toch weer terug naar Den Haag. Dat is dan terug naar het huwelijk. Couperus durft het niet helemaal aan om Cornélie dan ook echt in Italië te laten. En zo zat het dus, die tweestrijd zat dus ook in Couperus zelf. Nou, we hebben nu gekeken hoe Couperus zichzelf presenteerde. We hebben een beetje iets van de binnenwereld van Couperus gezien. En dit is hoe de buitenwereld naar Couperus keek. Er zijn heel veel bijzondere karikaturen van Couperus gemaakt. Dus hij riep toch kennelijk, enkel en alleen door zijn persoon, wel wat op. Je ziet die eerste spotprint, die is nog vrij normaal. Hè? Dat is Couperus in rok, naast een tafeltje met wat boeken. Maar dan heb je daarnaast heb je onze charmante Couperus. Is toch Couperus op,
op hoge hakken. En lippenstift. En naar rechts, Mademoiselle Couperus. Dit soort beelden verschenen er dus tijdens het leven van Couperus. Maar Couperus trok zich in wezen nergens iets van aan. Hij dacht, nou ja, oké, ik ga toch mijn eigen gang. En dan had je ook geschreven kritiek. En die was vaak, net zoals nu op internet, anoniem. Wat zeiden ze nou bijvoorbeeld over Couperus? De heer Couperus zal nooit een groot, mooi en blijvend boek schrijven. Van huis uit is hij te papperig, te popperig, te foos, te klein, te oneenvoudig. Wat in zijn kring van waarneming lag en wat een beetje bij zijn gevoel kwam, dat heeft hij uitgepakt. Voor brede zaken is hij volstrekt ongeschikt. Al zijn emoties zijn aan de mondaine kant. Eenvoudig sober uiten kan hij niet. Maar wat wij denken, het was vaak ook jaloezie. Couperus was toch, moeten we nu toch wel met z'n allen vaststellen, een grootheid. En ik denk dat, ja, dat mensen dat dan proberen weg te schrijven. Enkele van zijn biografen die menen een roze draad in Couperus oeuvre te ontwaren. Nou ja, zonder twijfel was het dus een vrouwelijke man. Hè, dat zie je ook aan al die karikaturen. Maar was hij nou inderdaad homoseksueel? Nou, daar, we laten dan in het midden. En we zouden dan nog eerder eventueel een non-binaire kant willen toedichten. Maar eigenlijk, en dat is ook een boodschap van de tentoonstelling, willen we Couperus absoluut niet in een nieuw hokje of in een hokje plaatsen. We vinden dat Couperus is gewoon net een beetje anders. En hij past dus eigenlijk prima in de ideale regenboogwereld van nu, maar daarbij aangetekend dat ieder binnen die regenboogwereld zijn eigen kleur mag kiezen. En niet allemaal nieuwe letters. Geen enkele letter, maar gewoon kies je eigen kleur en ben jezelf. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is. Dus die spreuk van Couperus waar die zegt van, zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar, zou ik willen veranderen. Zo ik iets ben, ben ik mezelf. Want dat was toch echt Couperus absoluut. Hij was gewoon zichzelf. Dan wil ik ook nog even terug naar de, daar is ook nog iets mee aan de hand, de mannen en de vrouwen in de boeken van Couperus. We beginnen met die man in het midden. Ik durf nou geen links en rechts meer te zeggen, maar die man in het midden. Dat is de stoere man. Die is bij Couperus, heeft hij altijd een militaire achtergrond. Hoe kwam dat nou? Rond 1900, in de buurt waar Couperus opgroeide, de archipelbuurt, daar waren drie kazernes. Dus Couperus groeide op tussen het paardengetrappel. En iedereen had wel een militair in de familie. Net zoals je in het zuiden een priester in de familie had. Iedere familie had hier iedereen wel een militair in de familie. En dat was dan toch dat trok de wat stoerdere figuren aan. Laten we het dan zo voorzichtig zeggen. Vaak waren die wat stoere mannen, hadden misschien ook een beetje, zoals bijvoorbeeld de man van Cornélie, een iets wat foute kant. Maar toch het type mannen waar bepaalde vrouwen een tijdje opvallen, maar dan uiteindelijk worden ze daar toch wel niet zo gelukkig van. Laat ik het zo voorzichtig zeggen. Hoe Couperus die man beschrijft, dat is ook best wel bijzonder. Het is dus eigenlijk alles wat Couperus zelf niet was. De echte man, laten we hem zo maar even noemen, bij Couperus is gezond, sterk, stevig, van een dierlijke kracht. Couperus schrijft daarover, zijn mooi mangezicht was van een steenrode tint, van gezondheid en animale kracht. Op zijn zware ronde kop was het harde haar geheel kort geknipt. Zijn grote grauwe ogen lachten. Helder, recht, brutaal van blik. Een zware, goed verzorgde snor kroesde vol boven zijn mond.
waar de witte tanden in glansden. Hij stond een beetje wijdbeens, militair, stevig in zijn rok, die hij droeg met een eenvoudige correctheid. Hij at langzaam en met plezier, genietende van een goed glas wijn. Ja, tot zover de stoere man. Bijvoorbeeld ook, hij is er ook in een iets mildere versie als je denkt aan Gerrit van Loewe uit De Kleine Zielen. Hij, die is wat gevoeliger, die had ook een gezin en nou, die zit er een beetje tussenin. Dan komen we, en dat wordt door die figuur die je daar links ziet, dat is de Graaf de Montesquieu. Als je googelt op dandy, dan kom je altijd die beeltenis tegen. Dus een beetje de dandy-figuur, dat is waar Couperus zichzelf ook mee vereenzelvigde. Dat zou je ook een wat meer feminine man kunnen noemen. Alleen in de boeken van Couperus komt die wat meer feminine man er eigenlijk niet zo goed vanaf. Kijk bijvoorbeeld naar hoe Couperus Bertie uit Noodlot beschrijft. Dun en tenger gebouwd. Hij is bleek, niet erg gespierd, zonder brede borst, zonder brede schouders en zonder dik donker haar. Een mannetje, lijkende op zijn moeder, met zijn roze gezicht en blond geplakt haar. Blond snorretje over een septische bovenlip. Veel zorg in zijn jaket, dat glad hem omgoot, en het kleine dasje vlinder gestrikt aan de dubbele boord. Wat ook nog wel interessant is, op een gegeven moment vraagt een vriendin van Bertie, Yves, die vraagt aan Bertie vergiffenis. Want ze was hem een beetje aan het plagen. Ze was hem eigenlijk een beetje aan het uitlachen. En dan vraagt ze dus aan Bertie van, ben je boos? Nou, Bertie ontkent dat, maar met een diep, smartelijke glimlach. En dan beschrijft Couperus de gedachten van Bertie over dat plagen van Yves. En daar zie je dus weer Couperus zelf terugkomen. En voor den romantiek harer ziel gaf de smart van die glimlach hem de poëzie van een jonge god of een gevallen engel. Het hemelse zachte van een mythologisch wezen zonder seksen. Daar komt het. Mannelijk van gestalte, vrouwelijk van gelaat. Dus dit schrijft Couperus over Bertie. Dus het zit er allemaal in. We hebben het dus niet verzonnen met de tentoonstelling. Tot slot, dat is de figuur dan daar rechts. Dat is een beetje de onbereikbare man. Je zou kunnen denken aan Orlando. Het is ook niet duidelijk of Orlando, daar heeft Couperus ook wat feuilletons aan gewijd, of die nou echt bestaan heeft of niet. Was een goede vriend van Couperus. Ook weer Italië, hè, was een Italiaan. Hè. En Couperus ging ook vaak met hem op reis. Maar het kan ook zijn dat Orlando een samenraapsel is van alle mannelijke vriendschappen van Couperus. Beetje wat je bij kinderen ook wel tegenkomt, dat ze een vriendje bedenken in hun hoofd. Hè. Zo zou je dit Orlando zou je zo ook kunnen zien. Dus een beetje ongrijpbaar, Romeins-Grieks geboetseerd. Dan moeten we natuurlijk ook nu even naar de vrouwen. De pendant van de stoere, af en toe iets wat foute man is daar in het midden de fatale vrouw. Het speelt ook in de kunst. Het is bijvoorbeeld, moet je denken aan types als Salome. En wie kan bijvoorbeeld een fatale vrouw uit de boeken van Couperus noemen? In de stil. Goed, precies, helemaal. Het is het prototype van de fatale vrouw. Léonie probeert het moeilijke leven in Nederlands-Indië op te lossen door met alles wat los en vast zit naar bed te gaan. En uiteindelijk wordt ze daar ook niet gelukkig van. Haar man, Van Oudijk, die probeert het door heel hard te werken, maar die eindigt ook ergens in een hutje op het platteland. Dat zie je trouwens ook vaak bij Couperus. Het loopt bijna altijd slecht af met zijn karakters. Maar dat is dus weer het noodlot.
He, want we zitten in het fin du siècle. Couperus zat ook in het fin du siècle. En het was een technologische vooruitgang buiten aan de gang. Maar je zat aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Het waren gewoon moeilijke tijden. Het waren sombere tijden. En dat zie je dus ook weer terug in de noodlotsgedachten en in de boeken van Couperus. Nou hebben we, dat is dus de fatale vrouw, maar dan heb je ook, en dat is ook iets uit de kunst, en dat zie je daar rechts, dat is de fragiele vrouw. En dat zijn bijvoorbeeld de Elineveres. De types die zijn wat etherischer, die dromen, die proberen het leven van iedere dag, wat gewoon vervelend is, net zoals nu. Het leven is best wel lastig. Je moet gewoon met van alles moet je kunnen omgaan. Elineveres lost dat op door zich te omringen met mooie spulletjes, door te dromen. En uiteindelijk is er dan, ja, ze droomt dus eigenlijk een hele werkelijkheid bij elkaar. Wat ook Couperus zelf in wezen ook deed. Omdat hij zich ook niet helemaal goed kon redden in het Den Haag van 1900. Dus hij, Couperus verschool zich in zijn boeken. En Eline die droomde in de bank over een ideaal leven. Maar uiteindelijk heeft ze dus zelfmoord gepleegd. Omdat ze het leven niet aankon. Daartussenin heb je dan ook nog, en die staat daar links, dat is dan de vrouw die, wat je moderne vrouw van nu zou kunnen noemen, die enerzijds romantisch, anderzijds ook goed nadenkt. Dat is dan bijvoorbeeld eigenlijk ook de Cornélie uit Langs lijnen der geleidelijkheid. Daar zitten dus die twee kanten ook in. Ja, nou zul je afvragen, waarom moeten we eigenlijk Couperus nog lezen? Nou, omdat toch hoe Couperus de karakters in zijn boeken laat omgaan met de problemen die zich voordoen, dat is, ja, dat zou je één op één ook nu kunnen transponeren naar nu. En in die zin is Couperus toch nog heel actueel. De thema's uit zijn boeken van wie ben ik nou eigenlijk? Hoe ga ik om als ik verliefd ben? Hoe zit het met de liefde? Hoe zit het met de sociale conventies? Waar kan ik mezelf zijn? Ga ik op zoek naar het geluk? Ja, dat zijn dingen die we nu ook nog allemaal doen. En Couperus kan, je komt natuurlijk ook helemaal in een andere wereld. Je kunt je onderdompelen, en dan is dat wel het geval bij iedere schrijver. Maar Couperus die kan echt een prachtige wereld schetsen. Ook in zijn historische romans, bijvoorbeeld De Ongelukkige over de laatste Moorse heerser uit Granada. Prachtig verhaal over de Mooren tegen de Moorse beschaving tegenover de Spaanse beschaving. En Couperus beschrijft dat fenomenaal. En Couperus is ook nooit cynisch. Hij heeft compassie met de medemens. En met name met de wat zwakkere persoon. Couperus kiest eigenlijk altijd het perspectief van de zwakkere. En niet van de grote, bruske, sterke persoon. Ik zou willen eindigen met, om ook aan te geven hoe visionair Couperus in wezen was, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. We zitten dan in 1914. Couperus zat toen nog in München. En Couperus voelt zich machteloos, verbitterd. En dan zegt hij in de overpeinzingen van een nutteloze toeschouwer: klim ik in mijn ivoren toren en beschouw ik van tussen de sterren die zomerhel fonkelen rondom mijn hoogmoed heen. Deze strijd, heeft hij dus over de Eerste Wereldoorlog, die begonnen is met telegrammen tussen gekroonde hoofden, met misverstanden, oneenigheden, verbitteringen, nijd, met een niet meer onder diplomatie te verbergen woedende greep naar de suprematie van een wereldmacht. Precies wat je nu met de Oekraïne ziet gebeuren. Dan zie ik, zegt Couperus, de werelddingen klein, nietig, onverstandig, wreed, barbaars en slecht. Een soort van minachting voor de mensheid, vermengd met wanhoop. Vervult dan zijn hoogmoedig hart. Het lijkt mij, verzucht Couperus dan tenslotte, ongelooflijk dat eeuwen,
de mensheid niet hebben geleerd. Dat zij geen pas vooruit schijnt te gaan sinds de Peloponnesische of de Punische oorlogen. Dit schreef Couperus dus in 1914. En nu zou je hetzelfde kunnen zeggen met wat er nu in de wereld gebeurt. Het is onbegrijpelijk dat we dit met z'n allen, of he, al die gekroonde hoofden, dat die dit niet kunnen oplossen. Dus in die zin denk ik dat ook Couperus nog absoluut de moeite waard is om gelezen te worden. Dank u wel. Ik kan even naar een microfoon ergens hier. Ja? Oh, ja, ik doe het. Nou, heel erg bedankt voor dit prachtige verhaal, denk ik. Ik hoop dat jullie er ook allemaal van genoten hebben. En mijn vraag aan jullie, zijn er vragen? Kijk, ik was al bijna bang dat er niemand was. Ik kom even naar u toe. Ja, ik heb wel een vraag. Non-binaire, dat androgyne herken ik wel. Zonder meer. Maar het boek dat ik het beste ken en dat heel bekend is, is De Stille Kracht. Is dat een uitzondering? Want daar herken ik dat eigenlijk niet in de figuren. Nee, dat klopt. Als je kijkt naar die karakters, dan zie je dat eigenlijk. Daar is ieder karakter, laat ik het zo zeggen, redelijk zichzelf. Zijn echte mannen en echte vrouwen. Ja, de allerbelangrijkste figuren. Precies. Natuurlijk. Precies. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Eva uit De Stille Kracht, die zou je eigenlijk... Dat is die mevrouw links. Ja, die zou, precies. De verstandige vrouw. Precies. Die probeert het moeilijke leven in Nederlands-Indië op te lossen door allerlei culturele dingen te organiseren. Ja. Ja. Maar is daar een verklaring voor geweest dat Couperus dat bij De Stille Kracht niet heeft gedaan eigenlijk? En bij heel veel andere boeken wel? Ja. Nee, daar zou ik eigenlijk geen antwoord op kunnen geven. Ja, ik ook niet. Nee. Oké, dank u wel. Ja, het geeft misschien aan dat Couperus gewoon een heel veelzijdig man was. Ja, dat is misschien een makkelijke verklaring, maar u had ook een vraag. Ja, dank u wel voor het inspirerende verhaal. Ik werd zo getriggerd door wat u in het begin zei, dat in ieder personage wel iets van hem in zit. En dan even een hele flauwe vraag. Zijn dat aannames of zijn daar nog dagboeken? Ja, die man die heeft echt heel veel boeken geschreven. Maar hoe kunnen we dat stellen? Ja, het is een beetje jammer dat heel veel van de correspondentie van Couperus is verloren gegaan. Want zijn vrouw die vond toch dat wat te persoonlijk werd hier en daar. En die heeft ook best wel veel van die correspondentie vernietigd. Wat er wel bewaard is gebleven, is de correspondentie tussen Couperus en zijn uitgever. En daar weten we bepaalde dingen van. Kijk maar, we weten bijvoorbeeld, en dat weten we met name uit zijn feuilletons, dat Couperus bijzonder graag in Italië kwam. Dat was zo ongeveer zijn tweede vaderland. Dus als dan een karakter uit de boeken van Couperus, die zie je dan dus ook vaak in Italië de ware liefde vinden. En zo maken we dat bruggetje. Maar het zijn, daar heb je op zich gelijk in, het is natuurlijk een aanname. Dank u wel. Ja, dank u wel voor uw praatje. Maar het werd bij mij wel de vraag op van, kunt u ook iets zeggen hoe hij aan zijn ideeën over non-binair kwam? Het waren niet alleen gevoelens, neem ik aan, maar ja, hij sluit toch ook de 19e eeuw af. En mijn vraag is eigenlijk, haalt hij dat rechtstreeks uit de Griekse oudheid? Winkelman, hè, de mens die al in de 18e eeuw die ideeën begonnen te ontwikkelen? Of is hij eigenlijk het resultaat van de 19e eeuwse seksuologie, die heel veel heeft geproduceerd over androgynie, over allerlei soorten seksualiteit, over daar ook weer allemaal eigen woorden voor bedacht, zoals wij nu het eigen woord non-binair uit het niets tevoorschijn halen? Waar haalde hij zijn ideeën vandaan over dit onderwerp? Hij haalde zijn ideeën met name vandaan uit de Romeinse en de Griekse oudheid. Dat had Couperus heel goed bestudeerd. En daar kwamen dus zijn ideeën vandaan. Had hij dan de niet, teksten niet zelf... Uit de medische, zal ik maar zeggen, niet uit de medische hoek. Want Couperus had niks met de medische hoek.
Nou, dat vind ik al tamelijk onwaarschijnlijk, dat hij in zijn tijd zich daar helemaal aan heeft kunnen onttrekken. Want dat speelde ook in Nederland ontzettend zedenschandalen. Italië liep vol met allerlei couperussen, von Plüschow, Proest ging ook naar Italië, ging allemaal naar Italië. Maar ja, dat had ook te maken met jonge mannen van goede familie, die gingen in Italië cultuur snuiven. Ja, maar dat betwist ik ook niet. Maar het zijn wel eigenlijk heel vaak homoseksuelen geweest. Wat voor soort dan ook. Niet allemaal uit één stuk, niet allemaal door en door. Vaak net zo ambigu als couperus. Maar die stonden, waren allemaal in debat met de seksologie of met zedenschandalen in hun eigen tijd. Den Haag, Frank Scholten, die neemt ook de wijk, die gaat nog verder naar Palestina, omdat het de grond hier gewoon te heet onder de voeten werd. Dus ja, hoe zag die man zichzelf? Op dat gebied is daar niets over bekend. Couperus was getrouwd met zijn nicht. Ja, maar daar waren ze er allemaal toen. Want het was voor de respect. Neem Oscar Wilde, ja, Jacob Israël de Haan. Ja, maar Couperus staat dus niet bekend typisch als een homoseksuele auteur. Dat is dus niet. En dat wil ik dan niet meteen betwisten, maar ik wil het wel die vraag toch open houden. Want ik kijk er wel wat anders tegenaan. Nou, maar dat is het mooie van Couperus. Iedereen mag daar het zijne in zien. Feit op een gegeven moment. Ik denk een goed gesprek voor een keer een naborrel. Zijn er nog meer vragen? Ik denk dat ik hem wel mag stellen als Amsterdamse. Ik heb het altijd zo mooi gevonden bij het standbeeld van zover ik iemand ben. Ik ben een Hagenaar of wat er dan ook exact staat. En aan de ene kant dringt het tot mij door, keer op keer, dat hij haarser dan wie ook is, bij wijze van spreken. En dat zal tijdsbeeld ongetwijfeld ook zijn. Ook in uw verhaal komt weer naar voren dat de vrouw, in plaats van in Italië te blijven, toch weer terugkomt. En dan denk ik, ja, maar dat deed hij zelf ook. Toch weer terug naar het huishonk. Heel begrijpelijk, vind ik. Toch, het is een Hagenaar. En wat ik om mij heen zie, en dat bedoel ik helemaal niet vervelend, maar men blijft hier toch een heel klein kringetje houden. Gelukkig mag ik toch wel erbij zijn. Dat is heel aardig. Maar is het een tekst van hemzelf in de tijd geweest? De uitspraak is van hemzelf, maar veel mensen plaatsen daar dus een aantal van zijn biografen plaatsen daar ook een kanttekening bij. Omdat Couperus dus die haat-liefde verhouding met Den Haag had. Maar dat is toch heel normaal? De haat-liefde verhouding. Laat maar. Want dit is ook inderdaad een privé iets. Dan denk ik, ja, ik ben een Hagenaar. Ik ben een Amsterdamse. Een behoorlijk haat-liefde verhouding, hoor. Ik blijf lekker in Den Haag wonen, daar gaat niet om. Maar ik zou niet zonder Amsterdam kunnen. Begrijp je? Dat kun je niet uit je halen. Ik ben blij om te horen dat het een uitspraak van hemzelf was. Precies. Ja, goed. Precies. Hartelijk dank. Precies. Dank u wel. Nog meer vragen? Of? Ja, misschien ook. Oké. Ja. Heel veel Indische Nederlanders gingen naar Den Haag. Dat was de residentie voor hen. En dat is logisch, dat Couperus trekt naar Den Haag steeds weer eigenlijk. Ja, met name omdat zijn familie daar woonde. Dat vond hij toch ook prettig. Ja, iedereen heeft behoefte aan, precies wat u zegt, aan geborgenheid. En hij kon dus eigenlijk, en daarom laat hij de karakters ook steeds terugkeren naar Den Haag. Ook in de kleine zielen, Constance van der Welke, ook weer terug naar Den Haag. Ook al is het daar helemaal niet leuk. Couperus kwam er wel terug, want daar, hij was ook een family man. Dus het is een heel simpel antwoord voor mevrouw eigenlijk. Ja. Ren ik weer even terug. Heeft u hem nog? Ja, nog graag een informatieve vraag. In hoeverre maakte Couperus eigenlijk deel uit van het
bijvoorbeeld het Nederlandse of het Europese schrijverslandschap. Proust, vorig jaar, 100 jaar geleden overleden. Heeft hij zich over Proust uitgelaten, misschien zelfs gekend? Een Montesquieu, heeft hij die misschien ook zelfs gekend? George Eekhout in België. Nou, weet je met name dat Couperus zich heel erg heeft laten beïnvloeden door de grote Franse schrijvers. Door Émile Zola, dat waren echt zijn grote lichtende voorbeelden. Gustave Flaubert. Het is natuurlijk ook wel frappant. Emma Bovary is precies zo'nzelfde soort verhaal als Eline Vere. En dan heb je ook nog in Rusland heb je Anna Karenina. En het is toch wel bijzonder dat bijna in dezelfde tijd drie type verhalen over drie type vrouwen die allemaal hetzelfde type vrouw zijn, allemaal de fragiele vrouw zijn, dat dan gebeurt. En heeft deze oeuvre daar ook over geschreven in essays? Hoe schrijft hij, beoefende alle genres? Nee. Okay. Je ziet het gewoon het resultaat terug in zijn boeken. Ja, natuurlijk. Ik heb niet zoveel gelezen van hem. We hebben ook wel wat op tv gezien. Maar dan vraag je toch af, in hoeverre is hij geholpen door met zijn vrouw te reizen en conversaties met zijn vrouw en haar privéomgeving als inspiratiebronnen. Is daar iets over bekend? Want ja, anders is het een gigantische fantasie natuurlijk die hij heeft, hè, behalve een psychologisch inzicht. Nou, zijn vrouw mocht sowieso mee op al die reizen. Zijn vrouw heeft al zijn boeken in het net geschreven. Ze was heel nauw betrokken bij hem. Deed alles samen met hem. Waarschijnlijk is zijn vrouw de enige die hem echt kende. Vandaar ook dat ze waarschijnlijk al zijn persoonlijke brieven heeft verbrand. Ze heeft hem 30 jaar overleefd. En ze waren sowieso, kun je zeggen, ja, goede maatjes. Ja. Oké, maar het blijkt verder nergens precies. Maar nou niet dat, ik heb niet de indruk, maar goed, wie ben ik? Ik heb niet de indruk dat mevrouw Couperus de muze van Couperus was. Ik denk dat hij zijn muzes toch in de Romeinse en de Griekse oudheid zocht. Ja, dat is dan wel de basis natuurlijk. Maar om dan al die verhaallijnen en dingen te verzinnen, dat is veel meer natuurlijk. Dat gaat dieper, sorry. Ja, oké. Okay, ik weet niet of er nog meer vragen zijn. Het is wel duidelijk dat het dingen losbrengt bij mensen. Ik wil je heel erg bedanken, Josephine, voor deze boeiende lezing. Mensen die nog niet in het museum zijn geweest, ik zou zeggen, neem eens een bezoekje daar. En de tentoonstelling is er tot 31 december, dacht ik. Hè? Ja, precies. U heeft op uw stoel, of u zit erop, maar ligt een foldertje over het overige lezingenprogramma van ons. Dus neemt u daar een kijkje op en dan wens ik u een hele fijne avond. Dank voor uw komst en ik hoop tot een volgende lezing.